Ze hebben me al racist en homofoob genoemd. Ze kunnen niet echt erger dan dat doen. Ze hebben een te grote kogel gebruikt voor een te kleine target. Ineens was hij voorpagina nieuws en de opening van het NOS-journaal. Kort geleden was hij al in opspraak geraakt door een verband te leggen tussen ras en intelligentie. Yernas Ramutarsing, de nummer 2 van Forum voor Democratie in Amsterdam, die trekt zich terug als kandidaatsraadslid. De ophef over Ramutarsing ontstaat door een oud interview. Daarin stelt hij dat het gemiddeld IQ van de inwoner van het ene land hoger is dan dat van het ander. Ik had heel graag dat Suriname met een gemiddeld IQ van 89 het net zo goed zou doen als Singapore met een gemiddeld IQ van 105. Alleen dat is niet zo. Wetenschappelijke feiten zijn het, zegt hij. Hij zou verkeerd geciteerd zijn. Het ging hem niet om ras of huidskleur. Hij vindt dat hij ten onrechte voor racist is uitgemaakt. Als je eenmaal vol zit met modder, dan glijdt alle andere modder van je af. Maar door de commotie moest hij zich wel terugtrekken als kandidaat raadslid in Amsterdam. Bouw je er niet van? Jawel. Ooit vocht hij als student tegen de wat hij noemt linkse indoctrinatie van het onderwijs. Vooral op de UvA is het echt best wel ernstig. Yernas Ramutarsing is libertariër en vindt dat de overheid zo klein mogelijk moet zijn. Vandaag rijdt hij mee in de Eén Vandaag. Yernas. Hey. Hoe is het? Goed. Ja, waar kom je vandaan? B-gebouw. Ja, dat is de Universiteit van Amsterdam. Politicologie, ja. Ja. Inderdaad. Is dit nou die linkse binden waar je het altijd over hebt? Dit is inderdaad wel een van de hoofdkantoren, ja. Van de linkse indoctrinatie. Maar je studeert het nog steeds? Ja, dat, gaan we nu al over IQ beginnen? Rustig aan, hè? Nou, dat doen we later. Nou, dit is hem. Onze oranje eend. Hij is open, volgens mij. Nou, daar gaat hij. Je hoort ook niks, hè? Dat is altijd zo raar bij zo'n elektrische auto, hè? Ja, het valt inderdaad hartstikke mee voor zo'n oude. Ja. Oh, nou, dat was het raam. Die moeten we even opnieuw open doen. Kan je me toch nog uitleggen wat is er... Want er is toch eigenlijk iets misgegaan, hè? Ik bedoel, jij wilde de gemeenteraad in. Ja, klopt. Dat was het plan. En toen heb je ooit een interview gegeven, al veel eerder. En toen was jij begonnen over zomer 2016. IQ's van bevolkingen. En dat het ene volk toch een lager IQ had dan het andere. Ja, dat zijn gemiddeldes, ja. Daar is iedereen overheen gevallen. Ik weet nog steeds niet waarom. Maar, wat fascineert je daar dan ook zo van? Ja, ik vind het wel relevant voor het functioneren van het Westen. En als we zien dat het Westen IQ-punten heeft verloren, dan intrigeert mij dat. Ja, ik vind dat. Ik wil weten hoe dat komt. En als blijkt dat er tussen volkeren en gemiddelden significante verschillen zijn, dan zal dat ook een verklaring zijn voor andere dingen, zoals bijvoorbeeld discrepanties op de arbeidsmarkt. En ik wilde eigenlijk dat inzicht meegeven aan mensen. Daar ging het mij om. Ja. Dat ik zei van, hey, als die verschillen er bestaan, zullen ze zich ook vertalen in de werkelijkheid. Dat kan niet anders. En of ik heb het fout en al die onderzoeken zijn onzin en al die experts die me gelijk geven, hebben het ook allemaal fout. En we zijn allemaal racisten. Maar ja, ik vind dat gewoon niet zo plausibel. Maar jij werd echt voor racist uitgemaakt. Ja, bizar. Maar dat komt door Halsema. Het komt door Halsema. Ja, want zij heeft benadrukt dat ik Hindoestaans ben. Waardoor mensen het idee kregen van, oh, het is een Hindoestaan die een hekel heeft aan zwarte mensen. Terwijl, mijn moeder is zwart en mijn vader is Hindoestaans. Dus ja, ik ben gewoon een mix van beide en ik heb tegen geen van beide enige haat of antipathie. Deze jongen van Surinaamse Hindoestaanse afkomst doet uitspraken in de media waarin hij zegt dat zwarte mensen een lagere intelligentie hebben dan blanken en dat dat nou eenmaal onomstotelijk is bewezen. Dit was pertinent een leugen hoe zij dit heeft gebracht. Ze heeft me ook niet geciteerd, hè? Ze heeft niet gezegd, dit zei hij in het interview met een correct citaat. Ja. Ze heeft gewoon gezegd, jouw partijgenoot die Hindoestaans is, heeft gezegd dat zwarte mensen wetenschappelijk onomstotelijk bewezen dommer zijn. Nou ja, dat zijn woorden die ik nooit heb gebruikt. En dat heeft ze gewoon verzonnen. Maar ja, omdat het Halsema is, nemen al die media het over en niemand leest het interview. En toen was het hek al van de dam eigenlijk. Als je nummer 2 zegt, ik vind het ook jammer dat zwarte mensen een lage IQ hebben. Dat heeft hij niet gezegd. Hij is daar. Jernas, kom het podium op. Deze leugens, deze laster, deze eindeloze flauwekul in één keer rechtgezet. Ik heb nooit gezegd. Okay. Kijk nu ik het interview terug. Oké. Maar ik had nog deze rel overleefd, tussen aanhalingstekens. Ja. En toen ging het zeg maar mis met mijn opmerkingen over homo IQ. Maar ook dat was helemaal niet negatief bedoeld. En nee, want je had gezegd, als ik het goed begrepen dat heb, Als het zo is dat homo's een hoger gemiddeld IQ hebben en ze door het homohuwelijk minder kinderen krijgen, dan
zal het een gevolg hebben voor ons landelijk IQ-gemiddelde. Ik heb er niet eens een morele uitspraak over gedaan. Ja, maar waarom zeg je dat soort omdat dingen? Omdat ik in een debat ben met andere politieke jongeren over het homohuwelijk. En omdat ik graag linkse mensen wil testen. Ja, maar je en, wil zien, en ik wil zien of ze principieel zijn of dat ze alleen emotioneel zijn. Ja, dus dan haal ik zulke dingen aan om te kijken hoe wie mijn tegenstander is. Ja, maar is dat ook provocatie voor een deel? Kijk, mensen kunnen het ook verkeerd uitleggen. Kijk, provocatie zou zijn... Misschien moeten we het homohuwelijk maar afschaffen, want we worden er dommer van. Nee. Dan kan je zeggen van, oh, je wil echt iets losmaken. Terwijl maar zo hebben mensen het natuurlijk wel geïnterpreteerd. Nee, zo hebben mensen gekozen het te interpreteren. Ja, ja. Want in diezelfde appgroep wordt me nog gevraagd, hey, waarom ben je tegen het homohuwelijk? En daarna reageer ik echt doodleuk met, nee, dat zeg ik helemaal niet. Nee. Dus ik bedoel, ik ben niet iemand die geheimzinnig is over mijn doeleinden of mijn ideeën. Dit is de Stopra. Ja, 370 Amsterdammers hebben op me gestemd. Dus je had die zetel wel gehad? Ja, nee, ik heb hem wel democratisch verdiend. Ja, met maar je zit er niet? Alles wat er is gebeurd. Nee, dat is inderdaad zonde. Ik had het graag gedaan voor Amsterdam en voor de partij. Er zijn mensen die kijken jou aan en denken, oh, dat is die racist. Nou, wat ik al zeg, laat die mensen dat lekker denken. Dat zegt genoeg over hun. Ik vind het niet leuk. Ik had het liever niet gehad. Maar ja, als jij afgaat op Nieuwsuur en je neemt niet de moeite om zelf even te lezen of even een paar vragen te stellen van, hè, maar hij wil toch als Surinamers een hoger IQ hadden. Dus misschien houdt hij van Surinamers. Oh, wacht even, hij is Surinamers. En dan misschien gaat het kwartje een keertje vallen. Ja. Dat is toch totaal koekoek gewoon. Het is misschien wat je zegt, het is wat mensen misschien willen horen. Nou ja, het is een frame en het is vooral, in mijn geval, Baudet willen pakken via mij. Is dat het? Dat denk ik, in ieder geval een deel van het verhaal. Het zou ook wel gewoon persoonlijke haat tegen mij zijn, maar... Het is ook de partijschade. Het is, ik denk vooral dat het inderdaad om Baudet te pakken was. Op jonge leeftijd verhuist Jernas van Suriname naar Nederland. Hij groeit op in de Bijlmer bij zijn moeder en zijn oudere broer en zus. Hij neemt ons mee naar de flat waar hij ooit woonde. 9e etage was het. Ja, we moeten toch daar naar binnen of niet? Ik denk dat we daar naar binnen moeten. Jij weet het beter dan ik. Het is wel veranderd. Volgens mij zijn dat de ingangen. Ja. Hé, hey, ik sta nu voor onze oude flat in Grubbehoeven. Weet je welk nummer het was? Ik denk dat het volgens mij hier aan het einde van de, daar waar wonen hier. De galerij is, ja. Volgens mij het derde huis van de flat. Maar je hebt hier een rustige, fijne jeugd gehad. Ja, zeker. Mijn broer voetballen, mijn vriendjes voetballen, fietsen. Ja, vooral dat. Ja, het was hartstikke leuk. En, we hadden het niet heel breed, maar we aten wel elke avond goed. Dus dat is ook maar wel wat voor gezin kom jij dan? Nou, mijn ouders zijn uit elkaar gegaan rond 1990. Dus ik ben echt alleen opgevoed. Met mijn moeder. En mijn grote zus en grote broer. Dus we waren echt een gezinsunit van vier en heel hecht. Nou, dit was je uitzicht. Yes. Prachtig, toch? En daar staat hij, de eend. Eenzaam, ja. Zie je me? Vind je het leuk om hier terug te zijn? Ja, daar kom ik niet vaak. Ik ben wel eens in de Bijlmer, maar ik ben nog nooit in deze flat terug geweest. Omdat ik niemand kende uit deze flat. Dus nee. Eigenlijk gewoon vandaar. Maar, nee, maar vind je het prettig? Ja, het is wel... Ik had niet gedacht dat het toch wel iets van zou doen om hier terug te zijn. Maar het doet je wel wat, hè? Nou ja, het is de eerste keer in waarschijnlijk 20 jaar dat ik hier op deze plek sta. Dus ja, dat is wel bijzonder. De Surinaamse gemeenschap heeft Jernas in de ban gedaan. Het doet hem zichtbaar pijn. Als ik die Creoolse radio luister, al die mensen buiten over elkaar heen om te zeggen dat het zo verschrikkelijk is, niet één heeft interview gelezen. Ik dacht in alle eerlijkheid, ik ben Surinaams, ik ben zwart. Mag ik het niet over mijn eigen mensen hebben? Dat is wat je dat mag blijkbaar niet. Dat mag niet. Kijk, ik dacht juist, als ik een andere groep erbij haal, dan gaan ze zeggen, je bent racistisch. Dan gaan ze zeggen, waarom moest je over een andere groep beginnen? Dus ik denk, ik hou het veilig. Ik doe zo integer mogelijk. Ik heb het over mijn mensen. En dan krijg ik in ieder geval geen gezeik. Maar ja, nou, je ziet er goed uit. Wordt ingeschat.